Een hele goede dag allemaal, welkom weer bij een nieuwe video. Mijn naam is Elder Kamp en ik voorzie jou vandaag weer van een nieuwe Altcoin Zondag video. We gaan het vandaag hebben over niet minder dan LINK, oftewel Chainlink. Ja, we gaan natuurlijk ook vooral verdiepen in wat doen ze nu precies? Gaan de ontwikkelingen nog steeds zoals ze willen? Waar staan ze op dit moment en waar gaan ze heen? Maar natuurlijk gaan we ook weer kijken naar de belangrijkste nieuwsfeiten op dit moment... En we gaan natuurlijk een stukje koersanalyse doen. Voor de nieuwkijkers die niet weten wat precies Chainlink is, ga ik kort en krachtig proberen uit te leggen wat Chainlink is. Maar voordat we beginnen wil ik natuurlijk eerst even de koers bekijken. En onze sponsor lightbit.eu bedanken voor het mede mogelijk maken van deze video. Yes, en als je dus je crypto veilig wilt kopen en opslaan, kan dit natuurlijk op lightbit.eu. En uh, ja, mocht je dus na het zien van deze video. Denk van hé, hey, ik wil die Chainlink gewoon echt in mijn mandje hebben, dan zou je deze veilig kunnen kopen op Lightbit.eu, de Nederlandse broker die gevestigd zit in Rotterdam. Goed, um, ja, de koers die staat op dit moment op 6,14 euro en hij staat nu op 1 maand grafiek, staat keurig ook over, ja, in overzicht um, in Lightbit.eu. Um, zie je hier een mooie triangle aan het vormen? Je maakt hier lagere toppen, hier lagere bodems en ja, er zit dus een uitbreek. Uitbraak aan te komen. Goed, maar wat is Chainlink nou precies? Nou, Chainlink is een eth Ethereum-token dat gedecentraliseerde orakelnetwerk Chainlink ondersteunt. Via dit netwerk kunnen slimme contracten op Ethereum veilig verbinden met externe gegevensbronnen. Maar wat is Chainlink nou precies? Nou, Chainlink is een gedecentraliseerd orakelnetwerk dat smart contracts verbindt met de gegevens uit de echte wereld. Chainlink werd ontwikkeld door Sergej Nazarov. En Steve Ellis. En het hield een ICO in september 2017 en haalde 32 miljoen op met een aanbod van 1 miljard link tokens. Link. De cryptocurrency van het gedecentraliseerde orakelnetwerk Chainlink wordt gebruikt om noodoperators te betalen. Omdat de Chainlink een netwerk en het reputatiesysteem heeft, kunnen noodproviders die in het bezit zijn van een grote hoeveelheid link worden beloond met grotere contracten. Terwijl het niet leveren van een nauwkeurige informatie resulteert in het aftrek van tokens. Ontwikkelaars omschrijven links als een ERC20-token met een aanvullende ERC223-transfer- en call-functionality. Waardoor tokens worden ontvangen en verwerkt door het contract door middel van enkele transactie. Maar wat is nou precies een orakel? Oftewel een orakel. Oracle is misschien een beetje de korte door de bocht. Maar een Chainlink is het platform dat de kloof tussen de blockchain-technologie gebaseerde smart contracts en de echte wereld. Dus het traditionele systeem. En we gaan hier even voor naar niet minder dan. Uh, crypto Insiders, Chainlink is een gedecentraliseerd orakelnetwerk. Dit houdt in dat Chainlink zich gefocust op het koppelen van smart contracts aan off-chain data. Denk hierbij aan het opslaan van off-chain data, bijvoorbeeld de uitslag van een voetbalwedstrijd, waardoor je voetbalwedenschappen kan afsluiten op de blockchain, of bijvoorbeeld een huis op de blockchain, waardoor je hypotheek kunt afsluiten. Met een Oracle-netwerk zoals Chainlink heeft, maak je een potentie van een smart contract-platform toegankelijk. Het is namelijk gewoon simpel gezegd, zoals hier gemarkeerd staat: het koppelen van twee netwerken aan een smart contract: het traditionele smart contract-systeem en het Oracle-netwerk. En dat samen noemen we dan weer een hybrid smart contract. Een orakelnetwerk is een essentieel en mainstream toepassing van de blockchain-technologie. Verder is Chainlink agnostisch. Dit betekent dat toepassingen gebouwd kunnen worden met verschillende onderliggende blockchain-technologieën. Nou goed, dit was even kort door de bocht wat blockchain is. Het is dus eigenlijk, ja, je hebt het misschien al een keer vaker gehoord, maar het is gewoon een brug tussen de twee werelden, tussen de traditionele wereld en de blockchain-wereld. En die bruggen zijn gewoon nodig. Je hebt altijd een brug nodig om die oversteek te maken. En aangezien wij op dit moment nog steeds gewoon heel erg in het traditionele systeem zitten, ja zoals hier al in het artikel wordt aangegeven, het zou kunnen zijn hypotheken, het zou kunnen zijn uh, koopactes, uh, misschien zelfs een eigendomsakte. Nou, en die staan nu op een systeem en om die op de blockchain te krijgen. Dit gaat dan. Ja, door middel van een brug. En Chainlink is hierbij een van deze bruggen. Dus um, ja, kort, kort door de bocht, dat is dus Chainlink. Goed. Ja, en op welke rank staat Chainlink nou op dit moment? Chainlink staat op dit moment op rank nummer 23. Ik weet nog wel dat Chainlink zelfs in de top 5 heeft gestaan. En dat ze nu afgezakt zijn naar 23 kan heel veel dingen betekenen. Het kan betekenen dat het wat stiller is rondom de tweeling. Het kan betekenen dat de concurrentie het beter doet. Het kan betekenen dat de hype iets is afgezwakt. Het kan heel veel dingen betekenen. Maar eigenlijk is het een stukje koers maar een stukje koers. En uiteindelijk, als we hier voor het lange termijn zitten, waar vooral een beetje deze altcoin serie is op gebaseerd, hè, de altcoin zondag is vaak meer voor lange termijn, niet voor de korte termijn. Um, ja, wil ik benadrukken. Of kunnen we het benadrukken aan het eind van deze serie? Of het natuurlijk een go is, of dat er toch wel wat alarmbellen beginnen af te gaan? Daar ben ik gewoon open en transparant in, dus dan weet je dat. In ieder geval staan op brengt nummer 23, um, en ja, ze hebben een piek gehad op maar liefst 53 dollar. 52,2 dollar was hun piek, en ja, dit is huge. Nou, zoals al aangegeven, uh, hadden ze een totale market of een totale token van 1 miljoen of 1 miljard, een van de twee, wat ik net in ieder geval zei, maar dat zien we hier ook rechts staan. Um, zo, ik zoek me wel even in. Dit er, maar totaal verhandelbaar. Is dus maar 467, oftewel 47 is maar verhandelbaar. Dat kan betekenen dat het team een heel groot deel vast hebt staan. Het kan betekenen dat um, dingen be ja, bepaalde tokens op slot zijn tot een bepaald termijn is verstreken. Het kan betekenen dat ze um, iets hebben overgemaakt naar de foundation. Ik gaan het straks ook wel erover hebben wat niet verhandelbaar is, maar he, dat ze dat zien als een soort van sponsoring. Het kan heel veel dingen betekenen, maar in ieder geval alle dingen zijn wel. In omloop. Alle dingen. En dan bedoel ik met alle token's. Dus dat is sowieso een, een mooi gegeven. Daar hou ik van. Want. Um, ja, ik heb, het is wel grappig. Want ik heb dus. Nou, ik zit al zo lang niet crypto wereld en ik heb heel vaak gezien dat ja, er is maar 10% in omloop, er is maar 20% in omloop. En ik zie nu gewoon dat de beurzen steeds volwassener worden, en volwassener worden en dat eigenlijk alles al langzaam in omloop is. En dat kan natuurlijk een positief effect hebben op de prijzen, want als alles in omloop is, kan niet zomaar weer een flinke back op de markt gedropt worden. Mits natuurlijk een deel van het team natuurlijk vrijkomt en die denkt nou, ik vind het mooi geweest, ik ga cashen. Dus dat die risico's hou je altijd maar dat alles in omloop is, is natuurlijk een mooi gegeven. Want dat zorgt ook weer voor meer volume. Nou goed, als we even kijken naar de historische gegevens, heb ik het over het handelsvolume. Een beetje stabiel, overal een beetje tussen de 3 en 400 ja, miljoen pittig. Met een enkele uitschieter op 15 juni. En dat was 1,3 biljoen handelsvolume. En toen stond de koers ook op 6 dollar. En een dag later stond hij op. 6,70 En de dag later stond hij op 7,33 Dus ja, er was toen wel wat. En daar gaan we het straks zeker over hebben. En dan ga ik weer even het artikel van uh, Crypto Insiders erbij pakken. En dan gaan we even uh, ja, de fundamentals doorlopen. Ik vind het een heel mooi artikel. Ik heb ben echt gegraven. Maar eigenlijk staat in dit artikel alles. Ik heb hem hier ook onder in omschrijving staan. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn. Dan kan je het nog even rustig op je eigen makje nalezen. In ieder geval... Een fundamental matrix in Chainlink. In deze sectie kijken we namelijk naar een belangrijke, belangrijke fundamentele matrix. Fundamentals focussen op onderliggende technieken en ontwikkeling van het blockchain netwerk om een beeld te geven van de lange termijn potentie. Dit vormt de basis om risico inschatten voor de investeringskeuze of niet. Om prestaties van Chainlink te volgen is om te kijken naar het aantal partners die op Chainlink zijn ingeschakeld. Hoe meer partners betekent meer potentieel gebruik van het netwerk. Een orakel netwerk, oftewel een oracle of hoe je het ook uitspreekt netwerk, is gebaat bij partnerships. Hoe groter het netwerk, hoe steviger, hoe stabieler, hoe veiliger, noem het maar op. Partners gebruiken orakel netwerken om off-chain te vertalen naar bruikbare on-chain informatie. Dus... Een papiertje hier, die moet naar een on-chain data daar. Oftewel de brug. Dat is eigenlijk waar we het over hebben. Partners kan van alles zijn. Hè? Kunnen andere projecten zijn, kunnen overheidsinstanties zijn, noem het maar op. En we gaan straks even bekijken natuurlijk welke belangrijke partners um, ja, hier onder vallen. Maar ook, en dat moeten we vooral niet vergeten, dat Chainlink een hele, hele grote en belangrijke brug is natuurlijk naar de DeFi. Want we zitten nu met dat geld. En we zitten nu met al dat soort zaken. Um, ja, dat moet natuurlijk naar het blockchain toe. En hoe kan dat? Misschien wel met de brug van Natuurlijk Link. Goed. In het onderstaande tabel uit 2022 laat het overzicht zien van het aantal projecten die samenwerken met een bepaalde orakelnetwerken. Nou, er zijn dus drie orakelnetwerks. Dat is dus J-Link. Dat is Band en ik zoom hem eventjes in. En dat is Berry. Band en Berry. Nou, Berry en Band hebben uh, Band heeft <laughs> ja, ik het zo slecht dit. Band heeft 78 projecten. Berry heeft er maar 141. Maar Chainlink heeft er 1091. Het bijzondere is wel dat Band grote partnerships heeft. Ze hebben nou ja, ze hebben een hoge market cap. En dat betekent dus uiteindelijk dat zij op een 6,4 miljoen per partner zitten. Ongeveer, gemiddeld. Um, bij Chainlink is dit het geval van 2,29 miljoen market cap per partner. Dus je ziet dat ze die market cap splitsen over de partners. Nou, en al met al vind ik Betty vind ik dan wel heel laag ingeschat. En waarschijnlijk ook een heel laag market cap. Ik eerlijk gezegd heb er ook nog nooit van gehoord. Want heb ik zeker van gehoord. Uh, maar ja... Doet het niet heel goed in de ranglijst, en heeft niet echt. Of heeft dus in zijn optiek wel een hoge market cap. Maar heel weinig projecten. En ja, dan krijg je ook een hoge, hoge uh, totale market, gemiddelde market cap verdeling per project. Nu wil ik je in de onderstaande tabel laat, uh, laten zien uh, dat er een aantal belangrijke integraties in uh, en op Chainlink worden toegepast. Maar waar en welke projecten worden waar toegepast, dat staat hier heel mooi in een overzicht. Op basis van de blockchain, um, hè, de brug, als we het hebben over LINK... Uh, zien we dat Polygon, OKExchange, okay, Skill, DAI, Tezos, Phantom, Cosmos, Solano... Polkadot, Silica, Harmony, Ocean Protocol en Ethereum en more... Um, ja, inmiddels dus samenwerken met Chainlink. En dit zijn geen kleine cryptocurrencies. Als we het hebben over DeFi, dan werken... Pancake Bunny, Poliwhale, Venus Protocol, Pancake Swap, Sushi Swap, Terra, Konomi, um, Ichi en oh, ja, nog veel meer. Loopring zie ik hier staan. Aave, uh, One Inch zie ik hier staan. Die vallen allemaal ook in combinatie met. Natuurlijk. Link. Dan de Enterprise. Hier, dit vind ik heel interessant. Google, Intel en Oracle die werken dus ook. Waarschijnlijk en vermoedelijk dus met Link. En dit zijn al twee hele belangrijke spelers, Google en Intel. En dan hebben we het vooral over als je een van deze partijen van off-chain naar on-chain wilt. Vullen maar in. En dan hebben we ook nog de infrastructuur. Een near Protocol, Baseline Protocol, Loopring, Off-chain Labs, Link, Pool en Seller Network. En dan hebben we nog L2. Dat durf ik niet te zeggen wat dat precies is, maar dat is... Uh, Arbitrum, Starkware, Polygon, RSK, Dai, Seler, netwerk. En daar moet ik mezelf dan nog een keer in verdiepen. Wat L2 is, het zegt mij op dit moment niks. Ik ben natuurlijk niet zo technisch ontwikkeld. Het enige wat ik doe is om te kijken natuurlijk of de coin fundamenteel goed onderbouwd is. En dan ga ik bijvoorbeeld kijken naar, nou, oké, okay, Google, Intel, Oracle, is het dan waar? Dan ga ik dieper onderzoek doen of dit waar is of niet. Um, ja, en dat kijken we dan gewoon in combinatie natuurlijk met waar ze nu staan. Kijk, en hier hebben we nog even een kort overzicht. Van de drie projecten en de totale market cap. Chainlink heeft een market cap van 2,5 miljard, Band 0,5 miljard, Barry 0,2 miljoen. Heel klein dus. Uh, volume, nou ja, je ziet het hier: Barry heeft maar 7000 volume per dag, Band 13 miljoen is oké. Okay. En uh, ja, Chainlink 587 miljoen. Maar, 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 waar wij dus vooral nu op gaan inzoomen, is dat er is aangekondigd dat een Chainlink 2.0 zit aan te komen. En dat is ook recentelijk gepubliceerd met de Chainlink 2.0 whitepaper, die is uitgebracht. Gaan wij ook een brug maken, net als Chainlink doet, naar dit? En dat is: Chainlink krijgt staking. En links stijgt dan meer dan 10% in één dag. Dit was gepubliceerd op 8 juni. We gaan we heel even terug. 8 juni zaten wij op een volume van 835 miljoen. 9 juni ook op 853 miljoen. Op zich was dit niet die piek in volume. Die was op 15 juni. Dat was twee weken later. Had waarschijnlijk een ander dingetje. Maar hier zien we ook dat de koers uiteindelijk rond 5 juni van 7 dollar naar 9 dollar is gestegen. Dus dat is inderdaad een flinke stijging. En dat kan te maken hebben natuurlijk met het nieuwsgedreven item. Ja, dus ze gaan staking krijgen. Ze gaan staking krijgen. En Chainlink heeft de roadmap vernieuwd met een groot aantal netwerkfuncties, inclusief staking. Dit heeft een positieve impact op de prijs van Chainlink en is toen ja, 12% gestegen. De buurt van staking van het Oracle to token met live price heeft geleid tot een nieuwe opwinding onder de holders. Dinsdag werd een aankondiging gedaan op Twitter waarbij. Werd gerefereerd aan het begin van de Chainlink Economics 2.0, wat een platform is ontworpen voor een lange termijn beveiliging en duurzaamheid van orakelnetwerken. En als wij het dan over duurzaamheid hebben, yes, ook heeft Chainlink, um, dit was recent 13 uur geleden, uh, een subsidie gedaan voor het bouwen van geïntegreerde beoordelingssysteem Oracle voor het berekenen van sociale kosten van koolstof. Dus. Chainlink begint zich steeds meer te verdiepen ook in dit soort ja, ecologische factoren moet ik zeggen. De sociale kosten van koolstof vertegenwoordigen de kosten van schade veroorzaakt door het uitstoten van 1 extra ton koolstofdioxide. Ik zoom hem eventjes in voor je. De SCC um, is een van de belangrijkste maatstaven voor het beleid van initiatieven die schadelijke effecten van klimaatverandering verminderen. En waar horen wij op dit moment alles over? Vanuit de politiek, vanuit weet ik veel wat horen we alles over klimaat, dit klimaat, dat klimaat, zus. En dat nu ook Chainlink zich lekker hierin gaat mengen. Ja, ja het, het, het kan gewoon een ideale brug zijn van offline naar blockchain. Maar zij hebben dus nu alleen een subsidie, slash donatie gedaan, om dit uh, te waar te maken. Maar zij hebben dus die subsidie gedaan, die donatie naar Open Earth Foundation. Maar wat is het? Het is een non-profitable organ organisatie die blockchain, yield, kunstmatige intelligentie, technologieën gebruikt om open source digitale systemen te creëren. Dus zij willen gewoon. Link heeft die donatie gedaan om ja, zo'n systeem te creëren oracle netwerk En dat wordt dan uiteindelijk als het slaagt, natuurlijk ook gekoppeld aan Link. Dus zou Link ook hier straks een brug in kunnen spelen. als wij het hebben over, ja, zoals we hem net al zeiden, lange termijn veiligheid en duurzaamheid. Ja, en zoals net al gezegd, ja, Staking komt in 2022 naar de Chainlink-netwerk. In juni publiceert Chainlink een gedetailleerde blogpost waarin de uitrol van zijn gemeenschap aangepakt Aangestuurde crypto-economische beveiliging wordt geschetst. Staking is bedoeld voor het nieuwe tijdperk van duurzame groei en veiligheid te initiëren, oftewel de Chainlink Economics 2.0. Dit is medegedeeld bij de Consensus 2022. Dus we zien nu al. Dat ze flinke stappen aan het maken zijn. En hier in juni gepubliceerd. Dus je ziet dat ze gewoon nog steeds goed bezig zijn. We horen niet heel veel van. Ik kon ook niet heel veel nieuwe data vinden, nieuwe cijfers. Enkel dat ze alleen maar aan het innoveren zijn, innoveren zijn innoveren zijn innoveren. En dit vind ik belangrijk. We weten wat voor teamers er zit. We weten hoe het zich toepast. In de gemeenschap. We weten dat wij gewoon ook in het dagelijkse leven. We hebben gewoon bruggenbouwers nodig. En deze bruggenbouwer die blijft gewoon doorgaan met wat hij doet. En ja, er zijn natuurlijk steeds meer bruggen nodig. Want um, ja, de blockchain wereld wordt steeds meer um, geaccepteerd. Steeds stabieler. En je gaat straks echt zien dat er heel veel bruggen nodig zijn. Van offline um, naar online op de blockchain. En ja, zoals we net in het artikel hadden behandeld, de partners Google, Intel en nog een aantal anderen. En ook projecten, we moeten ook kijken naar de projecten die ook weer heel interessante partners heeft. Ja, dat zegt natuurlijk 1 en 1, is 2. Goed, hoe staat de koers er nu voor? Want we zitten natuurlijk in een flinke beermarkt. Ja, je zag hem al een klein beetje. Maar ja, we hebben een flinke correctie gekregen. Wat ik hier zie is een prachtige ABC-beweging. Zo. Um, dan vraag je je waarschijnlijk nu af, maar is dit een ABC-beweging die klaar is? Nou, Als ik nu heel even snel tel, zou ik kunnen zeggen 1, 2, 1, 2, 3, of 1, 2, 3, 4, 5, misschien nog één tikje, maar in ieder geval dat blauwe boxje staat hier, dus we zijn heel dichtbij. Um, ja, Uitgezoomd is dit, dit is het wekelijkse tijdframe, ziet er oké okay uit. Het enige wat ik dus mis, is een bullish divergentie op het wekelijkse tijdframe. Ik hou hem ook op het wekelijks tijdframe, aangezien wij op lange termijn gefocust zijn. kijk zowel heel veel op het dagelijks tijdframe, maar wat we ongeveer zouden kunnen waarnemen is dat we een bounce gaan krijgen. Misschien weer naar de 10 dollar, kunnen we even uitrekenen door middel van zo'n beweging. Dan nog één keer een nieuwe loon maken, einde van het jaar. Um, om daarna, dus, die Bullish Divergentie op het wekelijks tijdframe te printen, ja, dat, je, dat betekent dus dat je op de prijs een lagere bodem maakt. Dat hoort er gewoon bij, terwijl je op de Relative Strength Index, oftewel de RSI, ja, een hogere bodem gaat maken. Dus, dat is iets waar ik naar zoek voor een bodemsignaal. En zolang die er niet is is de bodem nog niet in, maar dat betekent zeker niet dat wij hier straks een hele mooie run kunnen gaan maken. Kijk, hier heb ik hem al staan. Ik verwacht dus die laatste push naar beneden, um, ongeveer plus minus als we kijken naar Chainlink. Hoeft niet precies op deze manier te gaan. Het kan ook zo zijn dat we vanaf hier al wel misschien omhoog gaan klimmen. Maar het is even afwachten. Vooral de lagere tijdframes wat we hier gaan doen. Want als we hier gewoon dit doen, zo. Hup, zo zie je dat hij nog op support zit. Zie je dat hij in de triangle zit. En die triangle kan ook op deze manier zo uitbreken. Dus de lagere tijdframes wil ik niet te veel focussen. Enkel, überhaupt. ik ga de box gewoon lekker vergroten. Überhaupt, dat hier een mooie zone is wat um, ja, koop interessant is. Dit is gewoon een koop interessante box. Um, ik kan het ook wel een accumulatiezone noemen. Um, ja, het kan lager, het kan ook vanaf hier omhoog gaan. Dat is het dingetje waar we mee zitten. Maar als we nu op korte termijn toch willen weten waar die heen zou kunnen gaan, dan hebben we te maken met dat we hier een ABC hebben. Misschien hebben we hier al de B gemaakt. Ja, dan zouden we een stijging kunnen krijgen naar 11,40 dollar. En die 11,40 dollar is dan ook de target waarvoor ik nu naar kijk als ja, potentiële rally. Als we dat meten vanaf het moment waar we nu zitten, dan is het een stijging van 91%. Als we toch ietsje zakken en je koopt daar wat bij, of je gaat DCA, dat je gemiddelde van 11 dollar, ja, dan spreek je van een stijging van 150%. Dus er zit wat om de hoek te komen, of het nu is of volgende week is I don't know. maar zoals we al in het begin van deze video gezegd. Um... Ik ben niet voor niets nu de Altcoin Zondag begonnen. Waarom? Het heeft gigantische correcties gekregen. We waren gelukkig op tijd gestopt met de Altcoin Zondag. Omdat we deze crash zagen aankomen. Maar voor nu begint het gewoon weer interessant te worden. Uh, al met al. bountje is om de hoek. Kan nog wel twee, drie weken duren. Misschien of gaan we vanaf hier langzaam. Op deze manier gaan we zo uitbodemen. En dan zo daarin. Dat kan ook. Uh, al met al. Wekelijkse tijdvereniging. Komt-ie, komt-ie, komt-ie. Is dit mijn plan? Een beetje hetzelfde idee als Bitcoin. Uh, Waarom zie ik het op deze manier? Dit is, uh, ik zeg het alvast, ik treed en handel op basis van de Elliott wave Theorie. En dit is eigenlijk een perfecte Elliott wave telling Een perfecte. Dit is namelijk je 1, dus je 2, dus je 3, dit is je 4, dit is je 5. Je hebt hier een prachtige impulsieve beweging gemaakt op psychobasis. En na een gigantisch mooie impulsieve beweging 1, 2, 3, 4, 5 komt natuurlijk een ABC-correctie. Die ABC-correctie, aangezien dit een ABC is die complex is, dus hier spreekt eigenlijk van een weegsein, ja, dus niet een impuls, euh, zou het uh, twee dingen kunnen betekenen. Dat kan betekenen dat de B-Wave uiteindelijk straks een bear rally gaat krijgen naar, uh, ja, geloof het of niet, 23 dollar of zelfs 38 dollar. De 90%. Dat is zeker een belangrijk level. Dus hè, dit level, de Golden Pocket, maar ook de 90%. Ja, het is echt insane. I know. Maar dat is wel iets waar ik voor nu naar kijk. En daarna is er natuurlijk, hè, we lopen volgend jaar, is het dan, oké, okay, gaat C die hogere bodem maken? Dat heeft ook weer een beetje te maken met de fundamentals. Gaan we hogere bodem maken? Zijn de fundamentals goed? Ja, dan gaan we een hogere bodem maken. Zie ik dit als een zogenoemde running flight om daarna door te gaan. Nou, en mochten we toch geen hogere bodem maken, dan kunnen we een maximale target hanteren van 1, 2, 3, 6. Dit hangt ook echt wel af van alle omgevingsfactoren hoor. Kijk naar de traditionele beurs en zo. Maar dan zouden we kunnen zakken naar 3,20 uh, dollar 20, tot max uh, 2.10. Nou, en als we dan nu op 6 dollar zijn, ja het is nog een 75% correctie. Maar we zijn echt wel dichtbij. Of, we nou, of je nou hier. Uh, kijk, en mocht hij hier komen, heb je DC. Mocht hij een hogere bodem gaan maken, is hogere bodem op 9,20 dollar. Dus al met al, als je kijkt waar we nu zijn en dat er een potentie is op een hogere bodem. Als we spreken, spreken over een running flat, ja, dan vind ik het een dikke verder go. Koerswijs vind ik het lange termijn, hè, lange termijn vind ik het koerswijs een dikke verder go voor de hoddle portfolio. Um, short term zouden we iets kunnen zakken, maar dat betekent wel dat de short term sowieso meer DCA-strategieën kunnen toepassen. Um, het belangrijkste vind ik ook dat ze nog steeds doen wat ze moeten doen: dat ze leveren dat er een Chainlink 2.0 whitepaper is uitgebracht. Um, en ja, we gaan over een aantal wa maanden gaan we gewoon kijken: inderdaad, van oké, okay, waar staan ze nu weer? We gaan dan gewoon weer de, de molen opnieuw doen. We gaan even opnieuw uh, onderzoek doen om te kijken: houden zij zich aan de whitepaper of gaan de ontwikkelingen zoals ze wouden? En dat is natuurlijk wat wij in deze Altcoin video gaan behandelen. Dus ben jij nieuw bij deze video? Wil je wel dit soort video's blijven volgen, druk vooral op die abonneren-knop hieronder, dat belletje aan. Dan blijf jij natuurlijk up-to-date van al mijn video's. Ik probeer elke dag weer een video te doen. Lukt niet elke dag, maar in ieder geval dan heb je een reden om te abonneren. Koerswijs, TA-wijs, fundamenteelwijs, dat is alles wat wij op dit kanaal behandelen. En dan wil ik nogmaals lightbit.eu bedanken voor het sponsoren van deze video. Hartelijk dank, Lightbit. En ja, wil jij dus ook Chainlink kopen zoals ik dat nu? Ga doen. Ga beginnen met DCA'en voor de lange termijn. Dan kan dat natuurlijk op lightbit.eu. Dankjewel voor het kijken. Mocht je deze video leuk en interessant vinden, duimpje omhoog wil zeggen waar dit. Ik wens jou een heel goed weekend toe. Het beste voor het beste en ciao. Ciao.